Bij het hoogspringen hebben we er nog twee atleten in de strijd. Dat zijn Jan-Peter Lansen, die al over 2-6 komt. En Douwe Amels, die op 2-10 de wedstrijd gaat starten. En wat we kunnen zeggen is dat Timon de Jonge, de man van Lyon, in ieder geval brons heeft gepakt met een hoogte van 2-0-2. En we zijn al halverwege in die finale 400 meter horde. Fabel slaat je horen voor Bianca Baak aan de leiding met de prachtige Maruska Ekwarda. Bianca Baak, de prachtige Graciela, Manis Manders. Bianca Baak, Manis Manders en Maruska Ekwarda. Het wordt Bianca Baak. Voor Maruska Ekwarda en Marlies Manders met een valpartij nog in de laatste meters. Maar Nederlands kampioen Bianca Baak.